In 2023 telt de geschiedenis van Suriname 4 kroonjaren. Het eerste kroonjaar is 150 jaar Hindoestaanse immigratie op 5 juni aanstaande. ATV brengt u een serie waarbij vanuit verschillende invalshoeken dit kroonjaar wordt belicht. Vandaag in onze tweede editie belichten we enkele Hindoestaanse broeders en zusters die zich dienstbaar hebben opgesteld voor de Surinaamse samenleving. Het verslag is van Richelle Maknak. Velen uit de Hindoestaanse gemeenschap hebben een opmerkelijke bijdrage geleverd aan de instandhouding van de cultuur, maar ook aan de ontwikkeling van Suriname. Historica Tanya Sitaram erkent dat in de contemporaine geschiedenis, vanwege de positie van de vrouwen toen, veel meer mannen hun invloed hebben aangewend om de ontwikkeling op gang te brengen. Om te beginnen bij de politiek noemt Sitaram Jagannath Lachman en Jan Adin. Ik geloof er sterk dat verbroedingspolitiek er nog is. We zijn nog steeds broeders en zusters, allemaal, niet alleen de Kriolen en de Hindoestanen, maar ook alle andere bevolkingsgroepen. En meneer Adin, sowieso, ik zei het al, voor huwelijksverordening heeft hij heel veel gedaan. De Hindoes en de moslims, die hoeven nu niet speciaal eerst aangifte te gaan doen of hoeven niet speciaal naar CBB om daar te trouwen. Maar een huwelijksambtenaar kan thuiskomen, kan in die Maro of bij de moslims dan gewoon het register laten tekenen. En hij heeft natuurlijk wetenschappelijk ook veel betekend. Eenheid en verscheidenheid is een gedachte van meneer Adin. Op wetenschappelijk gebied ziet Sitaram de bijdrage van onderwijsdeskundige Henry Ori en historicus Maurits Hassenkan. Vooral het werk van Hassenkan moet gezien worden als baanbrekend. En ja, daarna denk ik heeft hij heel veel gedaan met de instituten, de scholen, de schoolboeken, om ook anderen te interesseren in onze eigen Surinaamse geschiedenis, dat te onderzoeken en dat vanuit een eigen perspectief te schrijven. Ik hoop dat ik ook een bescheiden bijdrage heb mogen leveren in die korte periode dat ik me ook ben gaan verdiepen in de geschiedenis van Suriname en in het bijzonder van de Hindoestanen. In de economische sector van Suriname doen de Hindoestanen goed werk, zegt Sitaram. En verwijst naar de grote bedrijfseigenaren zoals Roy Boudou en Roepram. Dat zijn echt wel mensen die, of bedrijven waarvan je zegt, ja, ze hebben het gescoord. Gescoord voor zichzelf natuurlijk, maar ook die werkgelegenheid hebben ze anderen gegeven. Sitaram erkent dat veel mannen hebben gezorgd voor verandering. Echter zijn er ook vrouwen die een nalatenschap hebben, zoals Marijke Jawala Persat. Op cultureel gebied heeft Dropity voor een doorbraak van de Baitagana gezorgd. En als ik in die rij van die twee mannen dan ook een vrouw wil plaatsen, mevrouw Marijke Jawala Persat, DNA-voorzitter geweest, die heeft dus de weg een beetje opengetimmerd, opengemaakt voor die vrouwen. Natuurlijk zijn er ook wel vrouwen in het parlement geweest, ook als minister. Maar op dat hoger niveau, als DNA-voorzitter, is mevrouw Marijke Jawala Persat zeker een van de vrouwen die een geweldige bijdrage heeft geleverd. Op muziekgebied, moeten we niet vergeten, is er een vrouw die erg belangrijk is geweest. Mevrouw Dropity, die heeft over de Baitagana eerste LP uitgebracht. Ze was de eerste vrouw die doorbraak heeft gemaakt in die hele mannenmaatschappij. Dus Dropity, mevrouw Dropity is zeker een naam dat genoemd moet worden. Sitaram vertelt ook een bijzonder verhaal van de 99-jarige Hari Persat Kanhai. Hij was de eerste, of hij was de persoon die onze neemboom heeft geplant. De eerste die er was geplant in 1948. Toen was hij nog een 20-jarige jongen, nu is hij intussen 99 jaar. Hij heeft ook zijn bijdrage geleverd op het cultureel gebied. De neemboom kan je natuurlijk ook traditioneel. Dus het heeft een belangrijke plaats. Je kan het voor traditionele zaken gebruiken. Ook voor wondjes, maar ook gewoon om ermee te baden. Dus een heleboel traditionele geneeskundige manieren kan neem gebruikt worden. En meneer Kanhai heeft het dus in het kader van hun 75 jaar Hindoestaanse immigratie is dus besloten, we gaan een neemboom planten. En de eerste die dan, als je goed zegt, kan je dat zelf zien als een eerste monument dat geplant werd. Tot besluit noemde historica nog enkele namen. Ook de landbouwer, de marktverkoper, de ambtenaar, elke man of vrouw, die heeft zijn bijdrage geleverd. Dus die moeten we niet vergeten tussen al die belangrijke namen. Moeten we niet vergeten dat deze mensen die hun elke dag leven, met zich meeslepen,
om er het beste van te maken, die zijn ook heroes. Dus we moeten ook wel naar hun opkijken. Sitaram hoopt dat de diverse groepen met eenheid in verscheidenheid en de verbroederingspolitiek zullen werken aan de verdere opbouw van het land.